Frederikshoort en Wilhelminahoort. Daar werden gezinnen in kleine boerderijtjes en grote boerderijtjes gezet. Wow. Het was een soort begeleid wonen aan val en wet. Dus in die zin was het niet vrij. Het is zo dat men gestart is. Het is allemaal begonnen met vrije koloniën, met gezinnen, met de nood om mensen weer werk te verschaffen. Het zijn koloniën, maar het idee was dat de mensen zeg maar weer normaal werden gemaakt, tussen aanhalingstekens, en dan konden ze terugkeren in de maatschappij. Nederland en Vlaanderen die gaan samen de koloniën van weldadigheid voordragen om UNESCO werelderfgoed te worden. Een verhaal met twee gezichten. Hier werd door geestelijk vader Johannes van den Bos voor het eerst in Nederland de kiem gelegd van het verheffen van mensen die in de samenleving aan het kortste eind trokken. En als wij dus allemaal ons best blijven doen, dan vertrouw ik erop dat de UNESCO in 2018, 200 jaar na de eerste kolonie, ook positief zal kunnen beslissen. Dat is niet in mijn handen, maar ik heb er wel alle vertrouwen in. Dank u wel.